Goedemorgen iedereen. Vandaag we zitten weer trouw op post. Mijn naam is Laurence, voor de mensen die mij nog niet kennen. Vandaag is onze 47ste quarantaine yoga. Ik kan niet geloven dat we dat nog altijd aan het doen zijn, maar ik blijf het doen zolang dat ik zo'n lieve berichtjes krijg van jullie. Ik kan het echt niet over mijn hart krijgen om nu te stoppen. Zeker omdat het ook gewoon nog altijd quarantaine is. En zoals in het begin van onze quarantaine vind ik het nog altijd belangrijk dat we blijven gezond eten en dat we blijven bewegen. Dus voilà. Ik hoop dat jullie goed geslapen hebben. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik zou zeggen, drink een slokje water, doe je kousen uit en pak een matje of een tapijt of ergens een ruimte waar dat je je goed in voelt. En we gaan er aan beginnen. Goed? Alright. We gaan vandaag beginnen in kleermakerset. We gaan een beetje een ochtend power yoga doen. 25 minuutjes ongeveer. Je mag je handen op je knieën zetten. Liefst met je handpalmen omhoog. Eventueel zelf met je vingers, je wijsvinger en je duim tegen elkaar. En je ontspant je schouders. Je ontspant je gezicht. Je mag eventueel zelf je ogen sluiten. En we gaan inademen via onze neus. En uitademen via onze mond. Adem in via je neus. En adem uit via je mond. Adem in via je neus. Pak alle energie van de hele ruimte in je longen. En adem uit en laat al je zorgen, al je twijfels, al je angsten volledig zakken. Adem in via je neus. Een mooie rechte rug. En adem uit via je mond. Merk als je inademt dat je je navel mooi inspant. En dat je echt eigenlijk een mooie rechte rug kan houden. Door die navel te activeren, door die buik te activeren. En adem uit via je mond. En adem in via je neus. En uit via je mond. We gaan ons hoofd gaan draaien. In een grote mooie cirkel. We gaan zorgen dat onze oren mooi naar onze schouders gaan. Dus dat we niet enkel met ons gezicht een draaibeweging doen, maar echt met ons volledige hoofd. Onze heupen blijven goed in onze mat. Onze buik actief. En onze rug mooi recht. En de andere kant. Ook je schouders blijven naar beneden. Je kaak blijft ontspannen. En je voorhoofd en de ruimte tussen je wenkbrauwen zijn ook volledig ontspannen. En kijk terug naar voren. Breng je rechterhand op je linkerknie. Breng je linkerhand naar achter. Draai je borst mooi open. En eventueel kijk jezelf over je linkerschouder. Adem in. Kijk terug naar voren. Verander van kant. Dus je linkerhand op je rechterknie. Je rechterhand naar achter. En eventueel kijk je over je rechterschouder. Blijf goed in en uitademen. En kijk terug naar voren. Breng onze rechterarm door onze linkerarm. En we gaan even die schouderbellen volledig wegduwen van elkaar. En je mag je kin op je borst zetten. Ik voel dat al even een stretch is voor die bovenkant van onze rug. Die schouders, die nek. Yes, en kom terug los. We gaan onze handen en onze knieën op de mat zetten. Je handen zitten net onder je schouders, je knieën zitten net onder je heupen. En we gaan inademen en we gaan onze heupen omhoog duwen. En onze rug mooi hollen. En adem uit en breng je kin naar je navel en je heupen in de mat. Of naar de mat.
Adem in. Mooie holle rug. In cat pose. En adem uit. Mooie bolle rug. In cow pose. Adem in. Ondertussen duwen we onze handen mooi in de mat. We zijn heel bewust van het feit dat onze knieën en onze voeten ook goed in de mat zitten. En adem uit. Holle rug. Bolle rug liever. Adem in. Op. Die heupen duwen volledig naar het plafond, alsof er een touwtje uit het plafond komt. En uit. En duw je schouders weg van de mat. Je schouderbladen komen opnieuw volledig open. En adem in. En je mag in een tafeltje komen met je rug. En we gaan onze rechterarm strekken en onze linkerbeen strekken. Je gaat zorgen dat je billen volledig zijn aangespannen. Dat je navel naar binnen wordt getrokken. En adem uit en zet je rechterhand en je linkerknie terug op de mat. Adem in, je linkerhand en je rechterbeen mag je strekken. Er is precies een touwtje uit onze vingers en uit onze tenen dat heel ons lichaam volledig gaat doen stretchen. En zet je linkerhand en je rechterknie terug op de mat. Als dat moeilijk is om te blijven stabiliseren, zorg dat je oftewel je knieën een klein beetje dichter zet, oftewel een klein beetje meer uit elkaar, zodat je een wijder oppervlakte hebt om op te steunen. Adem in, rechterhand en linkerknie gestrekt. En adem uit, zet terug. Adem in, linkerarm en rechterbeen. Ondertussen zorgen we dat onze binnenste van onze arm naar binnen wijzen. En adem uit, adem in. Ene kant strek, strek, strek. En span die billen mooi op. En uit. En andere kant. Opnieuw volledig strekt en span die billen op, span die buik op en zet op de mat. Je mag je tenen krullen en duw je heupen omhoog in downward facing dog. Adem in, kijk naar voren, plooi je knieën en wandel of spring naar het voorste van je mat. Je mag je benen proberen strekken, ze moeten niet volledig gestrekt zijn, ze mogen niet gerust in een microbend zijn. En adem in. En we gaan onze handen in de lucht brengen. Handpalmen tegen elkaar. Boven ons hoofd. En adem uit. Zet je handen tussen je borst. Adem in. Breng je handen terug omhoog. Handpalmen tegen elkaar. En adem uit. Laat je handen volledig zakken terug naar de mat. Adem in. Zet je handen op je scheenbenen. Mooi recht terug in een tafeltje. En adem uit. Laat je lichaam zakken. Adem in, zet je vingertippen in de mat. Mooi rechterrug. En adem uit, zet je handen in de mat. Je rechter en je linkervoet naar achter. En oftewel zet je je knieën op de mat. Ofwel hou je je benen strekt. En we gaan traag naar beneden. Adem in. Je komt in een mini cobra. Je armen blijven gestrekt en geplooid. Je ellebogen tegen je lichaam. En adem uit en we duwen ons op naar downward facing dog. Adem in, kijk naar voren. Een mooie rechter rug en we brengen onze rechterbeen in de lucht. En we zetten onze rechtervoet tussen onze twee handen. Adem in, we gaan onze achterste voet op de mat zetten, plat. En we gaan onze handen in de lucht zetten. Hier is het belangrijk dat onze heupen goed naar voren gaan draaien. Onze schouders zijn ontspannen en weg van je oren. En kom in Warrior 2. Breng je armen volledig open in één volledige rechte lijn. En kijk met je gezicht naar boven je rechterhand. Adem en kom in Reverse Warrior. Dus je linkerhand op je linkerbeen. Je rechterarm boven je hoofd en eventueel kijk je naar je elleboog.
Zorg hier ook vooral dat onze rechterknie mooi boven onze rechterhiel blijft. En kom met je rechter elleboog op je rechterknie en je linkerarm boven je hoofd. Kijk hier ook eventueel naar je linker elleboog. Zorg hier opnieuw dat onze schouders mooi weg zijn van onze oren. Dat we niet dit doen, maar hop, mooi die borst volledig open. En zet je rechter en je linkerhand terug naast jouw voet. En je rechtervoet komt naar achter. Adem in, plooi je knieën, kijk naar voren. En we wandelen of springen naar het voorste van onze mat. Blijf je benen, je benen zijn gestrekt. En adem in, kom met je handen omhoog, handpalmen tegen elkaar. En uit, kom met je handen tussen je borst. Adem in, kom met je handen terug omhoog, schouders weg van je oren. Adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, zet je handpalmen op je scheenbenen, mooi rechterrug. En adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, zet je vingertippen mooi in de mat, mooi rechterrug. En adem uit, zet je handen in de mat en je rechter en je linkervoet komt naar achter. En ofwel zet je je knieën op de mat, ofwel hou ze gestrekt en we komen terug naar beneden. Adem in, mini cobra, je ellebogen zijn geplooid. En adem uit, duw jezelf op in downward facing dog. Dat is mijn batterij. Alright, dus daar waren we. Hop. En zet je rechtervoet plat op de grond. Je pivoteert. En kom met je handen in de lucht, handpalmen tegen elkaar. Opnieuw hier duwen onze heupen recht naar voren. En die linkerknie is boven onze linkerhiel. Adem in, kom in Warrior 2. Schouders weg van je oren. En een mooie lange lijn met je armen. Kijk boven je linkerhand. En adem in, kom in Reverse Warrior. Je rechterhand op je rechterbeen. En je linkerarm boven je hoofd. Kijk eventueel naar je elleboog voor die extra stretch in de zijkant. En kom met je linker elleboog. En je linkerknie, je rechterhand, kom boven je hoofd. Die achterste been blijft mooi gestrekt. Die schouders duwen opnieuw weg van je oren. En kom met je rechterhand en je linkerhand terug naast je hiel. En je linkervoet naar achter. In downward facing dog. Adem in, kom in plank. En we gaan zorgen dat onze navel hier goed naar binnen is getrokken. En onze billen mooi aanspannen. En kom terug omhoog in de arm twisting dog. Adem in, kom naar plank. We gaan dat 5 keer doen. Dat doen we aan de 2e keer. En kom omhoog. Adem in, mooie plank. Zorg hier mooi dat je in 1 rechte lijn bent, dus we gaan hier niet te veel op, we gaan hier niet te veel hollen, met in 1 mooie rechte lijn. En op, naar boven. Adem in, mooie plank. Dat is nummer 4. Adem uit, naar boven. En adem in, een mooie plank. En adem uit, naar boven. Adem in, plank. En we gaan traag naar beneden. Adem in. Upward facing dog. Als dat lukt, anders hou je armen geplooid. En adem uit. Kom naar beneden. Zet je handen naast je lichaam. Dan gaan ze een klein beetje, je handpalmen gaan naar boven. Of wijzen naar het plafond. Je gaat ze een klein beetje laten zweven boven je mat. En we gaan onze kin in de lucht doen. En dan ook onze schouders. Dan zetten we onze armen een klein beetje hoger. En we duwen onze benen in de lucht. En we gaan vliegen door de lucht. En doen alsof we Superman zijn. Doe je heupen goed in de mat. En we gaan de binnenkanten van onze billen proberen naar elkaar toe te trekken. Blijf goed in- en uitademen.
Trek je schouders naar achter, je schouderbladen tegen elkaar. Je kin mooi naar boven. En laat zakken. En ontspan je lichaam even. Focus even op je ademhaling. Focus op je borst dat op en neer beweegt. En we gaan onze kin terug in de lucht doen. We gaan onze schouders terug naar achter zetten. Onze armen een klein beetje hoger. En je brengt je benen in de lucht. Je heupen in de mat. En we gaan vliegen door de lucht. Blijf het in en uitademen. Die schouders komen naar achter. Die kin in de lucht. Die benen mooi naar boven. En de binnenkant van je billen komen naar elkaar. Blijf, 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 blijf. Goed bezig. En adem uit. En relax. En zet je wangen op de mat. Alright, zet je handen naast je borst. Duw jezelf op. En breng je elleboog, je rechter en je linker elleboog onder je schouders. Nu, we gaan onze rechterhand in 90 graden zetten. We gaan onze heupen draaien. En ofwel zet je hier je rechterknie op de grond. En duw jezelf op. Ofwel hou je je rechterbeen gestrekt. Je twee voeten, dat is de optie 2, komen naast elkaar. Hop. Of je twee voeten komen op elkaar. Hop. En je rechterhand, of je linkerhand liever, komt op je heupen. En laat zakken. Adem in. Op. En uit. Laat zakken. Adem in, op en uit, laat zakken. Zorg dan mooi dat onze schouder boven onze elleboog is. Adem in, op en nu mag je linkerarm volledig strekken. En we gaan met onze linkerhand onder onze oksel voor onze schuine buikspieren en kom terug omhoog. En dat 3 keer doen. You've got this. En onder de oksel. En omhoog. En onder de oksel. En omhoog. En laat je heupen zakken. En je komt terug op. We gaan de andere kant doen. Dus ik kom met je linker elleboog onder je linker schouder. 3 opties opnieuw voor onze benen. Oftewel zet je je linkerbeen geplooid en kom je zo op. Oftewel je twee linkervoeten, je twee voeten naast elkaar, oftewel je twee voeten op elkaar. Zet je rechterhand in je heup en duw jezelf op. En laat zakken. En op. En laat zakken. En op. En laat zakken. En nu op en we zetten onze rechterhand omhoog. En we komen met onze rechterhand door onze linker oksel. En terug omhoog. Blijf die heupen in de lucht doen. Adem in. Onder die oksel. Adem uit. Omhoog. En adem in. Onder de oksel. En uit. Omhoog. Heel goed. Zet je hand terug op je heup. En kom terug recht. Goed, alright. Zet je hielen in de mat. En we gaan met onze rug op de grond komen. Traag en gecontroleerd. Zet je hielen dicht bij je heupen. En zodat je eigenlijk jouw hielen met je handen kan aanraken. Als dat lukt natuurlijk. En we gaan onze heupen in de lucht duwen. En tijdens dat onze heupen in de lucht duwen, trekken we die navel mooi naar binnen. Dus we zorgen voor een actieve core, zodat we een stevig corset hebben. Adem in, op. En je duwt die billen tegen elkaar goed naar binnen. En adem uit, naar beneden. Adem in, op. Duw je billen naar binnen, die navel goed ook naar binnen. En laat zakken. Adem in,
op. Adem uit. Laat zakken. Adem in. Op. En we gaan hier blijven. En we gaan proberen onze ellebogen, of onze schouders, sorry. We gaan proberen onze schouders naar binnen te trekken. En onze handen interlaced in elkaar, onze vingers in elkaar te zetten. En we blijven hier even. Blijf goed uitademen en uitademen. Duw die heupen omhoog, nog ietsje meer. We gaan hier nog 5, 4, 3. Doe ze nog een beetje meer omhoog. 2, 1. En laat zakken. Heel goed. Alright. Je mag je benen in de lucht zetten. Je handen achter je benen. Als ze hier niet volledig gestrekt zijn, dat is helemaal geen probleem. En nu gaan we proberen, dus zet je handen terug op de mat. En hier moet je jezelf zeker niet forceren, want er zijn 2 opties. Dus ofwel blijf je hier, oftewel duw je je hielen naar achter en dan in de lucht in een kaarspositie. Dus hop en hop in een kaars. Zorg dat je heupen nog altijd ondersteunt met je handen. Probeer volledig recht te staan met je voeten. En je kin op je borst te zetten. Blijf goed in en uitademen. En als je terug naar beneden zakt, dan gaan we traag, rugwervel per rugwervel, terug naar beneden. En we komen in een bolletje. Is dat gelukt? Misschien merk je van, ik heb dat hier nu al 35 dagen gedaan. Misschien merk je dat nu al beter is. Misschien heb je al 47 dagen meegedaan. Of misschien is het je eerste keer. Iedereen op zijn eigen tempo. Kom met je kin op je borst. En we gaan in een bolletje bewegen. Van de rechterkant naar de linkerkant. En je mag een keer echt in een heel klein bolletje. Je mag je knieën knuffelen. En je mag een kusje geven aan je linkerknie. En eentje aan je rechterknie. Zeg tegen jezelf dat je heel recht ziet. En kom terug los. Breng je linkerknie geplooid. Je rechtervoet komt op je linkerknie. En je steekt je handen als een stopcontact door je benen. En brengt je linkerknie een klein beetje meer naar jou. Voel die stretch hier goed in je rechterbil. Ontspan die schouders, ontspan je gezicht. Duw je onderrug goed in de mat. En we veranderen van been. De rechterbeen is gestrekt of geplooid. Onze linkerhiel komt over onze rechterknie. Onze handen door onze benen. En trek je rechterknie een klein beetje meer naar je bovenlichaam. Ondertussen probeer je met je linker elleboog die linkerbeen een klein beetje weg te duwen. Yes. Je mag je linkerbeen strekken. Je rechterbeen blijft geplooid. Mag je rechterknie zelf even dichterbij oppakken. Je onderrug blijft goed in de mat. En we gaan onze rechterknie over onze linkerbeen zetten. Oftewel hou je je rechterhand op je bil. Oftewel komt je rechterhand volledig gestrekt. Of je rechterarm volledig gestrekt naast je lichaam. Je mag eventueel zelf kijken naar je rechterhand als dat lukt. En we zijn even een goede stretch van die onderrug. Want dat is toch wel echt nodig nu tijdens dat we veel zitten. In deze tijd. En kom met je rechterbeen gestrekt. Je linkerbeen kom je dicht of zet je dicht bij je lichaam. En zet je linkerknie over je rechterbeen.
Opnieuw ofwel je linkerhand op je bel ofwel je linkerhand naast je lichaam. En je kijkt eventueel naar je linkerhand. Blijf het in en uit ademen. Probeer die linker schouder eventueel zelf op de grond te krijgen. Als dat niet lukt, dan is dat geen probleem. En we komen terug rechts. Je mag je benen allebei strekken. Klein beetje je voeten uit elkaar. Je handen of je armen, waar dat je ook wilt, hoe wijd dat je ook wilt. Maar met de handpalmen omhoog, wijzend naar het plafond. En dan kun je heel diep inademen. En heel diep uitademen. Mag je ogen sluiten. Mag je hele gezicht ontspannen. Mag je nek ontspannen. Je schouders. Maar ook je bovenarmen. Je ellebogen. Je onderarmen, je polsen, tot je handen, tot zelf je vingers. Voel je borst en je buik op en neer bewegen met je ademhaling. En nu mag je ook je billen ontspannen. Je poep, je bovenbillen, je knieën en knieholtes, je scheenbenen tot je hielen, de balm van je voet tot je teentjes. Je hebt het gevoel dat je veel meer energie hebt dan er straks. Je hebt zin om de dag te beginnen. Ik ben dankbaar voor het momentje dat je nu al voor jezelf hebt genomen. Beter dan dat kan je daar niet beginnen. Je mag hier zo lang blijven liggen dat je zelf wilt. Of je brengt je linkerarm naast je linkeroor. Je rechterknie plooit. En je draait je rechterknie over je linkerbeen. In een comfortabele positie. Eventueel zelf met je rechterhand onder je wang. En je blijft hier focussen op je ademhaling. Je ogen blijven gesloten. En ook hier mag je zo lang blijven liggen dat je zelf wilt. Of je duwt jezelf op en kleermaker zit. En zet je handen op je knieën, zoals we zijn begonnen. Je mag je hoofd nog een keer draaien. En voel welke verschil dat is met er straks. Voel dat alles veel losser is. En draai aan de andere kant. En kijk naar voren. Hou je schouders ontspannen. Glimlacht een keer heel mooi. Dat is heel gezond. En zet je handen tussen je borst. Namaste. Ziezo, dat was de les van vandaag. Ietsje pittiger dan gisteren. Hopelijk hebben jullie je geamuseerd. Hopelijk vond je het een fijne les. En hopelijk ben je klaar voor de rest van je dag. Ziezo, ik ga jullie laten. Nu vrijdag is onze eco-cook workshop met Toos van Rumi. Als jullie zin hebben om mee te koken met ons online, dan schrijf je gerust in. De link is in bio. Dat is in mijn bio. Hetzelfde voor mijn kookboekje. Dat is op dit moment met Plant Tribe onze enige broodverdienste, jammer genoeg. Broodverdienste, zeg je dat? als jullie ons willen steunen, dan met heel veel plezier.
Elke bestelling wordt enorm geapprecieerd. En weer een goede, dikke merci voor al jullie berichtjes. Tag ons gerust in je stories. Ik bekijk dat met veel plezier. En stuur ons gerust een voorstel voor een andere les. Broodwinst. Yes, Tine, that's it. alright, dan ga ik jullie laten. Een hele fijne dag gewenst en tot morgen. En dan zou ik zeggen, your vibe attractor, plant tribe. See ya, bye bye.